Meestal als je zo'n collectie maakt of een project maakt of een expo, je onderzoekt veel, je schetst veel en plots komt die tekening dat je zegt, dit is het, dit gaan we maken. Een tijdje geleden ben ik gevraagd geweest door Bokrijk om mee na te denken over de kleding van het personeel. Daaruit is eigenlijk een kledingcollectie ontstaan. En dat is een heel mooi dossier geweest waar heel veel historische research en onderzoek naar is gedaan. En daardoor hadden we zoiets van, ja, er is hier al zoveel informatie binnen die kledinglijn, waarom die niet gebruiken voor een expo te maken rond textiel. Wat ik hier tof zou vinden bij die kiel, dat is die blauwe. Dus we hebben hier een met een schouder op en een tabletje los en we zouden deze ook nog... Ja, we kunnen die daar aanhangen. Ja. Bokrijk Textiel vertelt eigenlijk enerzijds het historisch silhouet. Hoe gingen mensen op het platteland vroeger gekleed? Maar heel fragmentarisch, omdat je moet je ervan bewust zijn, wij kunnen dat niet volledig vertellen. We weten namelijk niet meer hoe het effectief moet geweest zijn, omdat er te weinig beschikbaar is van plattelandskledij. We hebben niet genoeg referentiepunten, zoals stadskledij. Maar vertelt eigenlijk de herinnering van hoe zou het ooit geweest kunnen zijn. Anderzijds vertelt het ook iets over consumptie en over het maken van kleding. Hoe dat wij nu omgaan met kleding en hoe dat er vroeger veel meer tijd werd besteed aan kleding en hoe kleding eigenlijk veel meer waarde had. We illustreren dat bijvoorbeeld door daar een weefgetouw uit de 19e eeuw effectief te laten werken. Op dat weefgetouw wordt gedurende de hele expo een stof gewoven die wij zelf hebben ontworpen met de medewerkers van Bokrijk. Andere medewerkers gaan die stof weer toepassen op moderne producten die we dan weer gaan aanbieden in de shop, waardoor je terug een veel andere beleving krijgt van de thematiek textiel.